Om je snelheidsmeter te eiken heb je een stopwatch nodig. Heb je die niet, dan kun je desnoods een horloge met secondenwijzer gebruiken, hoewel dat natuurlijk niet zo handig is. Het eiken doe je met behulp van de paaltjes die je langs de weg aantreft, de zogenaamde hectometerpaaltjes. Druk bij het passeren van zo'n paaltje de stopwatch in en blijf dan precies 1 kilometer met constante snelheid rijden. De tijd die de stopwatch dan aangeeft, deel je op 3600 en de uitkomst is je werkelijke snelheid. Had je dus 120 km per uur op je teller en de gemeten tijd was 31 seconden, dan was je werkelijke snelheid dus 3600 gedeeld door 31 is 116,1 km per uur.